Hartelijk welkom bij Ecclesia Evangelie Corps Holland. Dit wordt het tweede deel van de glorierijke herstel van Gods schepping. En hoofdstuk 2 leert ons het herstelde godsbeeld. En dan gaan we een heel lang stuk lezen uit Colossense hoofdstuk 1 vers 1 tot 23. Opnieuw vraag ik u uw eigen Bijbel te gebruiken om mee te lezen. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus en Timotheus onze broeder, aan de heilige, dus altijd Israël, en gelovige broeders in Christus te Colossen. Genade en vrede zij u van God onze Vader. Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te alle tijden bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij als de heiligen toedraagt om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking de waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en het was op, zoals het ook bij u sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Zoals gij het vernomen hebt van Efras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouwe dienaar van Christus is. En ons ook kenbaar gemaakt heeft van uw liefde in de geest. Daarom houden wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op om voor u te bidden. Daarom ijveren dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden. En de vraag dat gij met rechte kennis van zijn wil vervuld mogen worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in goed werk, vrucht dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijn heerlijkheid tot de volharding en geduld. En dank gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de liefde zijn zoon, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Als je daar heel snel overheen leest, of sommige teksten, dan dringt het meestal niet goed tot je door. Dat heb ik zelf ook ervaren. Daar staat dat God ons, de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij, God de Vader, heeft ons verlost uit de macht der duisternis. We leefden in duisternis, maar nog erger, en overgebracht in het koninkrijk van zijn liefde. Wij waren, voordat we wedergeboren waren, waren we kinderen van de duisternis en leefden wij in het koninkrijk van de duisternis. Daarom dat wij zondigden. Nou, hij is gekomen voor vergeving der zonden. Wat een evangelie. En hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Wat een macht heeft onze Heer Jezus. En hij is voor alles, alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Oftewel de Ecclesia. Hij is het begin. De eerstgeborene uit de doden. Als je hier even bij stilstaat. De eerstgeborene uit de doden. We waren allemaal dood in onze zonde. We zijn geboren en tegelijkertijd kregen wij de doodstraf mee. Want we zouden op een dag gaan sterven. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken
en door hem vrede gemaakt hebt door het bloed zijn kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen, door hem het zij wat op aarde zij en wat in de hemel is. Ook u, Israël, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken. Ja, de mensen willen daar niet graag aan herinnerd worden, maar ze doen niks anders als boze werken. Maar hij heeft thans weder verzoend in het lichaam zijn vleeses door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor te stellen, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof. Dus als je wederom geboren wordt en je blijft standvastig in het geloof, ben je onbesmettelijk en klaar voor eeuwig leven. Laat dat goed door je doordringen. Nou, wat gij gehoord hebt, dat het verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Ik heb het al eerder herhaald, maar ik wil het nog een graag een keer zeggen. Deze studie is gebaseerd op het thema de glorierijke herstel. Dat is wat u en ik nodig hebben. Wat ons Nederlandse volk nodig heeft. Een glorierijk herstel. Niet politiek, glorierijk. Door God. En daarom kijken we ook in Handelingen 3, vers 19 tot 26. Ja, lieve mensen. Dit is een Bijbelstudie. Dit is niet dat ik een beetje een verhaaltje zit te vertellen om u te vermaken. Dit is om u bij de les te krijgen wat u met uw leven moet doen. Voor nu en voor de eeuwigheid. Paulus zegt, kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden. Dat is een heel sterk woord. We hebben zoveel zonden gedaan die uitgedelgd moet worden. Dat is een heel sterk woord. Kan je nagaan wat we op ons kerststok hebben staan. Opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Als je zonde uitgedelgd bent, die weg zijn, kan je God naderen. Je voorstellen. De God van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zendde hem. Hij moest de hemel opnemen ten tijde van de wederoprichting aller dingen. Dat wil zeggen het herstel van het koninkrijk van Israël. Waarvan Mozes gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes toch heeft gezegd, de Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broers, gelijk mij. Maar naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, ik heb het in de vorige boodschap ook gezegd, uit zijn volk zou worden uitgeroeid. Moet je voorstellen, uitgeroeid betekent dat het je nooit hebt bestaan. En al de profeten van Samuel af en vervolgens de zoveel hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd waar we nu in zitten. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob heeft gemaakt. Toen hij tot Abraham zeide, en in uw nageslacht, sperma, zullen alle stammen uit hem der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden om u te zegenen door een ieder u af te brengen van zijn boosheid. Wij moeten verlost worden van onze boosheid. Mensen denken het zo goed met zichzelf te hebben getroffen. Maar waar komt dan al die ellende vandaan? Vanuit de mens, niet vanuit de natuur. Die rampen die ons op ons afkomen, hebben we over onszelf afgeroepen. God heeft tegen zijn volk gezegd, als je me trouw volgt, toen hij de wet aan Israël gaf, en al mijn verordeningen en reglementen houdt, zal ik geen van de ziekten die ik op Egypte gelegd heb, op u leggen. Maar doet u dat niet, dan zullen alle plagen en nog erger die ik in Egypte heb gegeven, op u komen. Moet je goed luisteren. God plaagt ons niet met ziekte. Wij plagen onszelf. Wij hebben ons de wet van God weggeschoven. En bij God is ja en nee. Er is geen gulden middenweg. Dat is ook zo'n leugen. Je moet de gulden middenweg maar bewandelen.
Je moet maar een beetje water bij de wijn doen. Dat is wat God niet kent. Als je leeft naar zijn geboden en verordeningen, dan krijg je geen ziekte op je. Maar doe je dat dus niet, dan krijg je alle consequenties. En ik zou je vertellen, lieve mensen, ik heb het aan de lijf ondervonden. Ik heb een hartoperatie gehad. Ik ben diabetes geweest. En ik ben nu dialysepatiënt. En allemaal omdat ik gezondigd heb en niet onder de wet ben gebleven. Het heeft jaren geduurd voordat ik dat door had. Dus wat je zaait, oogst je. Maar er is een verlossing. Ik heb het net gelezen. Als je bekeerd wederom geboren wordt, word je vrijgesteld daarvan. Ja, je hebt je straf al ondergaan. Maar we willen toch graag leven en goed leven en eeuwig leven. Nou, dat kan ons te deel zijn als we tot Jezus gaan. Ik moet elke keer denken, als ik naar het MCL ga in Leeuwarden, waar ik kom als dialysepatiënt, dan denk ik elke keer, wat een fabriek vol zieke mensen. Ook in Groningen ben ik vele malen geweest toen mijn vriend nog leefde die aan kanker gestorven is. Dacht ik, wat een fabriek, een dorp vol mensen die ziek zijn. Elke dag weer opnieuw. Je kan je auto haast niet parkeren. Het zijn allemaal mensen die ziek zijn. Op allerlei niveaus. En hoeveel sterven er niet. Ik weet op de dialyse, dan vallen mensen bij bosjes om. Lieve mensen, word een kind van God. Nou, daarom is het zo belangrijk dat we leren dat de wederoprichting alle dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher, dat we dat eigen maken. Een van de machtigste dingen waarvan de profeet gesproken heeft, is toch wel over het herstelde beeld. Wat bedoelt God? Namelijk het beeld van Adam. De Heer is gekomen om dit beeld te herstellen. Hoe? Naar het oorspronkelijke beeld. Wat is een beeld? Is een replica van het origineel. De Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare, het onzichtbare beeld van God. Het evangelie is een blijde boodschap en de aankondiging dat Hij gekomen is, let goed op wat ik zeg, om ons beeld, Adamiet, te herstellen. We worden weer zo als Adam, die was volmaakt geschapen. Nou, we gaan kijken naar het oorspronkelijke beeld. In Genesis hoofdstuk 1, vers 26 en 28. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. We zijn gemaakt, Adamieten, naar het beeld van God met zijn gelijkenis. Dus we zijn een replica van God. Laat dat eens tot u doordringen. Waarom? Omdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogel des hemels, over het vee en over, over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld, dus nou voor de derde keer, schiep hij hen man en vrouw. Want in Adam zat ook al de vrouw Eva. En God zegende hen en zeide, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Onderwerp haar, heers over de vissen der zee en over het gevogel des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. De Heere God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld, zodanig dat hij letterlijk op God lijkt. En heeft aan deze mens de heerschappij gegeven. En deze verhouding is verbroken en het geschapen godsbeeld kraakte. Daarom zijn wij Adamieten nu gekraakt, schuiderstreep, gebroken mensen. En door het verlossingswerk van Jezus is onze bestemming hersteld. Prijs de naam van de Heer. We kijken naar 1 Johannes hoofdstuk 3 om te zien wat de verwachting was van de mannen die met de Heer Jezus hebben gewandeld. Zijn woorden hebben gehoord en de uitdrukking van zijn gezicht gezien hebben. En ook zijn persoonlijkheid
hebben aangevoeld en gehoord wat hij heeft gezegd. We kijken 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 1 tot 3. Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven dat wij, Israël, Gods kinderen genoemd worden. En we zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet. Dat ga je merken als je wederom geboren bent, hoe de wereld jouw vijand is. Omdat zij hem, dus Jezus, niet kennen. Geliefde, wat een uitdrukking, hè? Hij noemt ons geliefde. Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. U ziet niet aan mij dat ik nu al aan het beeld van God gelijk ben. Maar dat komt nog. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, dus Jezus, als hij terugkeert, wij hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, moet die hoop op hem, reinigt zich gelijk hij rein is. Is dat evangelie niet prachtig? Is dat niet wonderbaar? Is dat niet waard om onderzocht te worden? Is het niet waard om het je aan te nemen en het nooit meer af te staan? In Colossense 3 vers 4 zegt Paulus, wanneer Christus verschijnt, de gezalfde koning, die ons leven is, zult ook gij, waar ik bij ben, met hem verschijnen in heerlijkheid. Ik kwam door studie erachter, kijk, alles valt niet in één dag op zijn plaats in je leven. Je moet veel studie doen, veel onderzoek doen, veel bidden, en dan laat die geest van God die dingen zien. Ik kwam tot de ontdekking, als Jezus terugkeert naar deze wereld, want veel mensen kijken daar naar uit, ben ik erbij. Dat is wat er staat. Want die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dan moet ik bij hem zijn. Mooi, hè? Filippenzen 3, 20, 21. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus als verlosser verwachten. Want als hij komt, krijg ik een ander lichaam. Dan gaat het hele zondige lichaam gaat weg. Dan ben ik geen 74 jaar meer, maar dan ben ik weer jong en fruitig. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Mijn lichaam is ziek, ongeneeslijk ziek. Hij zal dat lichaam gaan veranderen. Zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Dus we worden aan hem gelijkvormig, moet je voorstellen. Dan moet je eens over pijn zien. Dat je gelijk wordt aan het beeld van de Zoon van God, de gezalfde koning van Israël. Naar de kracht waarmee hij alle dingen zich kan onderwerpen. Wij zullen veranderd worden en gelijkvormig gemaakt worden aan zijn verheerlijk lichaam. Het herstelde beeld is de hoop van het evangelie. Paulus gaat verder. Dat is een knappe apostel. Die al deze prachtige dingen van Jezus zelf heeft geleerd. In hoofdstuk 15, vers 49 tot 55, leert hij die verloren schapen van het huis van Israël het volgende. En gelijk wij het beeld van het stoffelijke dragen, zo zullen wij het beeld van het hemelse dragen. Dit is het stoffelijke van de aarde. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Nou komt het, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Want het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimnis mee. Niet allen zullen wij ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Daar zit ik op te wachten, op die laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke, dit lichaam, moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijk aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat is geschreven. Let op. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning?
Dood, waar is uw prikkel? Waar we zo bang voor zijn voor de dood. En zeg maar niet, ik ben niet bang voor de dood, dat komt vanzelf wel. Als je aan de beurt bent. Alle christelijke kerken praten allemaal over de wederkomst van de Heer Jezus. Maar de vraag is, wat gaat er gebeuren? Er zullen vele dingen veranderen. Wij kunnen het koninkrijk niet beërven als onze verhouding niet hersteld is en ook niet ons beeld hersteld is. Dit geldt zowel voor ons innerlijk als ons uiterlijk. Als wij zijn wedergeboren, gebeurt dat onmiddellijk, maar ons uiterlijk moet veranderd worden. Wederom geboren kan in een punt destijds, als je je overgeeft aan Jezus, je beleidt je zonden, je neemt hem aan als je verlosser, ben je wederom geboren. Dan de volgende stap, dopen door onderdompeling, vervuld worden met de Heilige Geest. En dan moet je de rest van je leven die heiliging nastreven. Want vlees en bloed kunnen Gods Koninkrijk niet binnengaan. Dat is voor veel mensen een moeilijk stukje om te aanvaarden. Want ze willen met dat lijf waar ze in wonen, dat is die tent die afgebroken moet worden, daarmee willen ze eigenlijk eeuwig blijven leven. Nou, ik niet, want je moet maar ongeneeslijk ziek zijn. En niet alleen ik als dialysepatiënt, maar hoeveel mensen hebben geen kanker en andere ziektes en alle veel dingen. Ik heb 25 jaar lang insuline gespoten. Dankzij God ben ik daarvan af. Maar ik weet wat dat is. Het is geen pretje als je ongeneeslijk ziek bent. En veel, veel van onze mensen zijn ziek. Kijk maar naar jezelf, kijk naar je omgeving of in je familie. Je komt allemaal zieken tegen. Nou. Als ons beeld niet is hersteld, let goed op wat ik zeg, heeft de dood nog macht over ons lichaam. Maar als ons beeld hersteld is, heeft de dood geen macht meer over ons. Dan zullen wij een eeuwig koninkrijk beërven. U ziet het op mijn kragen, zijn twee kronen. Dat betekent het koninkrijk van Israël. Dat is een reëel koninkrijk. Hoe kunnen wij als volk dit eeuwig leven en koninkrijk beërven? Niet met een sterfelijk lichaam. Dan kan men niet eeuwig leven. Daarom moet Adams beeld en ook zijn nageslacht veranderd worden naar dat prachtige beeld van Jezus. Psalm 17 vers 5 die zegt, maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Dat moet zo mooi zijn als je vanuit het leven de dood je gaat en je gaat over naar het eeuwige koninkrijk van God. Dan zie je dat lieflijke gezicht en de aanschijn van Jezus. Ik denk dat ik eeuwen nodig heb om bij te komen van de pracht en de heerlijkheid. En het is geen fabeltje, het is geen sprookje. Het staat letterlijk zwart-wit in die prachtige mooie Bijbel. Nou, in Hebreeën 1 vers 3, deze... Dat is Jezus, de afstraling zijn de heerlijkheid, de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijn kracht, heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte. Nou, ik zou je vertellen, lieve mensen, dat is zoiets prachtigs. Ik ben een paar jaar lakei geweest aan het hof. En het was natuurlijk prachtig om leden van de koninklijke familie te zien, te mogen bedienen, et cetera, et cetera. Ik ben ook nog een tijdje chauffeur geweest bij een van onze prinsessen. Dus ik had een dubbele functie, chauffeur en lakei. Als ik met de prinses wegging, dan keken alle mensen prachtig. En dat was een beetje een afschaling, vond ik wel mooi. Maar ik werd nooit in die familie opgenomen. Ik was maar gewoon een dienstknecht met een mooi uniform. Meer niet. Zo gebruiken ze je ook. Denk maar nooit dat je in die koninklijke familie vriendschap kan sluiten. Dat bestaat gewoon niet. Want ze zijn van een hele andere orde als wij. Daar kwam ik later achter. Maar wij kunnen als kinderen van de God van Israël, de koning van Israël, gelijkvormig worden aan die zoon, moet je voorstellen. Als wij met Jezus ergens binnenkomen, dan weten ze niet wie wie is. Omdat we gelijkvormig zijn naar het beeld van God. Dan zijn we allemaal met een koninklijke macht bekleed. En dan kunnen we als priesters veel voor deze wereld betekenen.
Lieve mensen, je kunt zoveel fantaseren als je wil. Maar we zullen altijd tekort komen als we kijken naar het beeld van die zoon. Nou, maar de vraag is, met wie zijn deze beloften gemaakt? Is dat met iedereen? Nee, dit is gemaakt met het oorspronkelijke beeld die God heeft geschapen. Adam en Eva en hun nageslacht. Abraham, Isaac en Jacob. Mensen vinden dat nooit prettig als ik dat zeg. Maar wij zijn de enigste wezens. Het woord mens betekent Adam en wij stammen van Adam af. Alle andere volken stammen niet van Adam af. Dat is de grootste leugen die ze u ooit hebben verteld. Alle mensen zijn gelijk. Ja, alle Adamieten zijn gelijk. Maar niet alle volkeren zijn gelijk. Daarvoor hebben ze zo'n wet gemaakt. Weet je wel, discriminatie. Je mag geen onderscheid maken. Dus als je nou gewoon die wet volgt, dan word je niet gestraft. Maar als je zegt, ik discrimineer wat ik dus doe. Ik maak onderscheid. Want onze overheid heeft in de grondwet laten vastleggen. En dat is natuurlijk een rare kronkel van die overheid. Maar met opzet gedaan. Dat ze zeggen tegen u en mij dat een Turk met een Nederlands paspoort een Nederlander is geworden. Dat is raar. Hoe kan nou een Turk en een Nederlander hetzelfde zijn door het krijgen van een paspoort? Mijn DNA is toch anders dan die van een Turk of van een Marokkaan of van een Chinees of van een Neger of een. Wij Nederlanders hebben een eigen DNA die van Adam afkomt. Die Turk niet. Die Neger niet, die Jood niet, al die lui niet. Daarom willen ze ons van de aardbodem wegkrijgen. Psalm 2 zegt, waarom woelen de natiën? U hebt het niet door, blanke Nederlander. U hebt het niet door. Uw kerkleiders hebben het u nooit verteld. De overheid zal het u nooit vertellen. Maar het woord van God vertelt ons dat. En ik denk, en dat is geen hoogmoed, dat ik de enige evangelist in Nederland ben die dit luid voor een camera durft te zeggen. Omdat het de Bijbel is van mijn hemelse Vader en van mijn hemelse Koning. Maar we gaan verder. Als wij weten dat we van Adam afstammen en van Israël, dan rust op ons een geweldige verantwoording. Want als we niet doen wat God zegt, gaan we ook net zo goed als met al die anderlei verloren. Want je kan je niet beroepen op je alleen op je identiteit. Want door de zondeval van Adam en Eva is het menselijke beeld dat naar Gods beeld was geschapen gedegenereerd en sterfelijk geworden. Daarom zijn miljoenen, miljoenen, miljoenen Adamieten gestorven. Daarom moest dit beeld hersteld worden. Het herstelde beeld en heerschappij lopen daarom hand in hand. Daarom staan wij op een moment van een grote gebeurtenis. Waarom moeten wij God vragen om onze geest zodanig te vernieuwen dat wij klaar zijn om deel te kunnen nemen aan deze prachtige belofte en de wederkomst van Israëls koning? De Heilige Geest is aan ons, alleen aan Israël gegeven. Om alles wat Jezus heeft geleerd te openbaren. En kan. En dan kunnen wij als volk van hem getuigen. Jesaja 43 vers 10. Gij zijt, zegt God tegen Israël en niet tegen andere volkeren. Luidt het woord des Heren, mijn getuigen en mijn knecht. Die ik verkoren heb. Omdat gij weet en in mij gelooft. En inziet dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd. En na mij zal er geen zijn. Waarvoor is de Heer Jezus naar de aarde gekomen? Om ons, Israël, te verlossen van de hel. Om ons te verlossen van onze slechte gewoonten. Van zonden en al deze dingen. Dank God dit ook wonderlijk. Voor die wonderen. Maar dat is niet zijn roeping. Jezus is gekomen om onze verhouding te herstellen. Om ons beeld te herstellen en ook onze heerschappij zoals deze behoort te zijn. Want wij Adamieten zijn naar de majesteit van God geschapen.
Heerlijk, hè? Als je discrimineert, hè? Wat prachtig, hè? Als je je identiteit ontdekt. In Gods plan was een goddelijke familie opgenomen. Met andere woorden, zijn eigen kinderen. Ik heb gediend bij een dochter van Juliana. Dat waren de kinderen van de koningin. Zoals Willem-Alexander een zoon is van koningin Beatrix. En jullie kunnen allemaal langs de kant van de weg staan. Als die gouden koets voorbij gaat en een beetje zwaaien met je vlaggetjes. En je een beetje vergapen aan die koninklijke familie. Maar u zal daar nooit toe behoren. Maar als je tot ontdekking komt dat u van Adam, Abraham, Isaac en Jacob bent. Van Israël bent. En u bent wederom geboren. Dan zult u ook in een gouden koets rijden. Maar dan die van God. Dat betekent dat we niet alleen op hem lijken zoals hij is. Dit is Gods plan. Daarom probeert de duivel dit van ons weg te nemen. Daarvoor heeft die duivel gezorgd dat we niet mogen discrimineren. We moeten ons als volk vermengen met andere volken, zodat we bastaarden komen, zodat je DNA wegverbasterd wordt. Daar zijn we momenteel heel, heel snel mee bezig. 16% of 17% van ons volk zijn als met buitenlanders getrouwd. En de daaruit geboren kinderen zijn bastaarden. En God haat bastaarden. Ja, het staat in de Bijbel, anders zal ik het niet durven zeggen. Goed. Daarom probeert de duivel nogmaals dit van ons weg te nemen. De Heer Jezus heeft deze levenshouding tijdens zijn bediening gedemonstreerd. Hij zegt, daarom kon hij zeggen, voorwaar ik zeg, wie in mij gelooft de werken die ik doe, zal hij ook doen. En hij zal grotere werken doen dan deze, omdat ik heen ga naar de Vader. Zoals wij ons lichaam in stand houden met voedsel, moeten wij ons ook voeden met geestelijk voedsel, namelijk het woord van God. Het goddelijke beeld in ons moet hersteld worden. Colossenzen nog een keer 1 vers 13 en 14. Denk erom. Heel belangrijk. Ik heb het al eerder gehaald en daarom zeg ik het nog een keer. Hij, God, heeft ons verlost uit de macht der duisternis. Weet je, we waren eerst in het rijk van de duisternis, waar vele van onze volksgenoten nog steeds in zitten. Die denken dat ze in het koninkrijk der Nederland leven, maar ze leven tevens in het koninkrijk van Satan. In het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van onze zonden. Toen ik dit ging ontdekken, ben ik nog nooit zo blij geweest. Ik ben vanuit het koninkrijk van de duisternis gezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ik heb mijn Israël-identiteit leren kennen. Ik ben verlost van de zonde. Ik ben wederom geboren. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. De vrucht en de gave van de Heilige Geest. Anders zou ik dit werk absoluut niet kunnen doen. Want ik ben niet opgeleid theologie en al die andere dingen. Gelukkig niet. Want dan had ik u ook bezig houden met allerlei onzin en prietpraat. Johannes 14 vers 9 leert ons. Jezus zei het hem, ben ik zolang bij u, Filippus, en gij kent mij niet. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader. Filippus wilde de Vader zien. Hij kent alleen het gebroken mensbeeld. Dit is bedoeld voor het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. De Heer heeft tegen Israël gezegd, ik heb jullie van tevoren gekend. En wat betekent dit? We gaan kijken naar een paar teksten. In Romeinen 11 vers 1 en 2. Paulus zegt, hij zegt, ik vraag dan, dubbele punten, moet je goed opletten. God heeft zijn volk toch niet verstoten? Ja, zegt de theologie, God heeft zijn volk weggedaan. En nu heeft hij uit alle volkeren een nieuw geestelijk Israël bij elkaar gebracht. De grootste leugen die ooit in de wereld gebracht is. Ja, Hitler zei, je kan de grootste leugen vertellen als je er maar lang genoeg over praat. Dan gaat het tussen je oren zitten. Maar Paulus zegt, volstrekt niet. Halleluja. Ik ben zelf een Israëliet, geen Jood, uit het nageslacht van Abraham van de stam Benjamin. En ik weet dat ik van de stam van Zebulon ben. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet ge niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia
als zij Israël bij God aanklaagt. Paulus was uit het nageslacht van Abraham uit de stam Benjamin. In Efeze, dat waren ook tot die 10 stammen behorende, in 1, 4, vers 5, hij heeft ons, Israël, immers in hem, in Jezus, uitverkoren. Wanneer? Voor de grondlegging der wereld. Opdat wij, Israël, heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons, Israël, tevoren bestemd om als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Ik zit u geen fabeltjes te vertellen. Ik zit dat niet uit mijn duim te zuigen. Ik haal het uit die schrift. Daarom is die schrift mij zo dierbaar. Niet wat mensen zeggen, wat hun filosofie is. Nee, wat zegt die schrift? Dat is dat levende brood. Nou komt de vraag. Aan wie is nou dat Nieuwe Testament geschreven? In 1 Petrus 1, vers 1 en 2. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië en uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. Dat waren die 10 verloren stammen die uit de Assyrische ballingschap mochten ontsnappen naar het westen toe. En in die streken zaten die 10 verloren stammen. Ja, Petrus was goed ingelicht. Nou, wij nog. De Vader in heiliging door de Geest, met een hoofdletter, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Israël moest gereinigd worden door het bloed van Christus. In Amos 3 vers 2, u alleen heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. Deuteronomium 4 vers 20. Terwijl de Heere, het is God, u, Israël, genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid heeft om voor hem te zijn tot een eigen volk. Zoals het heden het geval is. En dat staat in de tegenwoordige tijd. Alles nog even op een rijtje. Zijn erfvolk. Jullie alleen heb ik gekend en uitverkoren voor de grondlegging der wereld. We gaan nog een keer naar Romeinen 8, vers 29 en 30. Want die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Ik heb het u al behoorlijk uitgelegd, maar ik herhaal nog prachtige dingen. Opdat hij, Jezus, de eerstgeboren zijn onder vele broederen. Dan moet je van dezelfde volksstam zijn. Van hetzelfde soort sperma van Adam, Abraham, Isaac en Jacob. Anders kan je nooit een broer of een zuster van elkaar zijn. Die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Zondeloos gemaakt. En die hij zondeloos gemaakt heeft, dus gerechtvaardigd, deze heeft hij ook verheerlijkt. Als je dit toch leest, moet je toch onmiddellijk ontslagen raken van je minderwaardigheidscomplex. Wat onze overheid ons maar afdrukt door gelijkvormig te worden aan de Neger, aan de Chinees, aan de Turk, aan de Marokkaan en aan de Surinamer. Dan moet je toch daarvan verlost zijn, of niet? Hier gaat het niet over een geestelijk broederschap van geestelijke kinderen. Zoals ze dat in die gemeente allemaal zeggen. Ik heb jaren in het leger des heils geweest. Liepen ze elkaar broer en zuster. En als je het met elkaar niet eens was, dan werd je geboycott. En dan was je niet meer een broer of een zuster. Nou, ik kom uit een gezin van 9 kinderen, maar het zijn wel mijn broers en zusters. Of ik er nou mee omgaat of niet. Dat zal nooit veranderen. Dus, geen rode, zwarte of gele volken. God is bezig met zijn volk. Het evangelie is nog steeds goed nieuws. Daarom Jeremia 31, vers 9 en vers 20. Moest kijken wat God onze Vader voor heeft met ons. Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal ik hen leiden. Ik zal hen, Israël, voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. Nou komt het. Ik ben Israël tot hun vader. Ephraim. Dat betekent de 10 stammen,
die is mijn eerstgeborene. Er is geen predikant of evangelist in Nederland die zich bezighoudt met de eerstgeborene van God. Hij zegt, is Ephraim mijn lievelingszoon, een troetelkind, dat ik zo vaak als ik van hem spreek, gedurig weer aan hem denken moet. Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd. Moet je voorstellen, God, onze Vader, is ontroerd in zijn binnenste voor u en mij, omdat we in Ephraim, die 10 stammen, thuis horen. God zegt, ik zal mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord des Heren. Daar kan een mens toch nooit afstand van doen. Daarom ben ik geen prediker met een stroomkwast. Of dat ik met lieve woordjes zit te praten om proberen over te halen. Nee, ik breng u het onvervalste woord van God. Deze tekst komt uit Exodus 4 vers 22. Dan zult gij tot Farao zeggen, zegt hij tegen Mozes. Zo zegt de Heer, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Waar komen al die mooie dingen uit die ik nou u heb voorgelezen? Dat we kinderen zijn van de levende God van Israël. Ik weet dat in de huidige prediking dit als beeldspraak wordt gebruikt. Maar hier gaat het om de werkelijkheid. En maakt deel uit van Gods machtige patroon. En wordt daarom door Satan bevochten. Daarom kon Gods ware evangelie slechts bij weinigen doordringen. Omdat alles wordt vergeestelijk. De vergeestelijking van Israël is een vloek vanuit de hel. Daarom moet deze geestelijke sluier met geweld worden verwijderd. Om tot de kern van het evangelie te kunnen doordringen. Israël is mijn eerstgeborene. Want Israël is uit God geboren. En ik ben uit God geboren. Na de dood van Abel werd Seth geboren. Dus na de dood van Abel wordt Seth geboren. Ja, die duivel had het goed voor elkaar. Hij had Eva verleid en hij had Kaïn verwekt. En Kaïn slaat Abel dood. Toen dacht hij, nou kan Eva, Adam en Eva nooit meer rechtvaardige zaad voortbrengen. Maar hij had buiten God gerekend. Misschien is dit wel een beetje te moeilijk voor u, maar het staat wel in de Bijbel, lieve mensen. In Genesis 4, vers 25 en 26. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zijn baarde zoon en ze gaf hem de naam Seth. Want, zei zij, God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel. Dus ze spreekt niet over Kaïn, maar over Abel. Immers heeft Kaïn gedood en ook Seth werd een zoon geboren en de noemde hem Enos en toen begon de naam des Heren aan te roepen. Uit die lijn, die geslachtslijn, komen wij voort. En Genesis 5 vers 3 zegt, toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis. Dus weer naar zijn gelijkenis, net zoals wij naar Gods gelijkenis zijn gemaakt, als zijn beeld en noemde hem Seth. Daarom was Kaïn niet naar Adams beeld en gelijkenis. En staat ook niet in Adams geslachtsregister, zoek het maar op, waarin Jezus wel wordt genoemd. Maar wie weet dat? Seth was naar Adams beeld en dit beeld werd voorgezet in de Heer Jezus die gekomen is om Adams beeld te herstellen. Dank God. Een kind lijkt op zijn ouders, niet waar? Maar Adams slacht moet wel wederom geboren worden. Petrus had dit goed door. Hij zegt in 1 Petrus 1 vers 23, als wedergeboren uit, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. We zijn uit onze ouders uit vergankelijk zaad. Daarom gaan we dood. Maar uit onvergankelijk zaad door het levende en blijvende woord van God. Mijn beeld moet veranderd worden naar Jezus heerlijke beeld. Psalm 17 vers 15. Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Hebreeën 1 vers 3. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft naar de reiniging der zonden stand gebracht hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Aan wie zijn deze beloften gegeven? Is dat met iedereen? Nee. Dit is gemaakt aan diegenen die oorspronkelijk naar het beeld van God geschapen werden.
aan Adam en zijn nageslacht, want die hebben dit verloren. Toen de Heere aan Adam de heerschappij had gegeven, gold het ook voor zijn nageslacht. Dit beeld en heerschappij gaan hand in hand. Wij staan nu op de drempel van grote en machtige dingen, waar wij de Heere moeten vragen om onze geest te veranderen. Daarom is dit nodig dat wij tot een waarachtige bekering moeten komen en vervuld moeten worden met de Heilige Geest die in ons kan werken. Jezus heeft zijn geest uitgezonden om altijd bij ons te zijn en ons met raad en daad zal bijstaan. Wanneer het woord van de onvergankelijk zaad in het hart van een ware Adamiet valt, dan vindt er een conceptie plaats. Dan vindt er een wedergeboorte plaats. En kan alleen een wedergeboorte plaatsvinden als er eerst een geboorte was. En die geboorte moet uit Adam zijn en dat beeld wordt bij de wedergeboorte hersteld. De vraag is, wanneer zal dit plaatsvinden? Dat herstelde beeld en wedergeboorte van een volk zal in de benauwdheid van Jacob plaatsvinden. Dan zul je lezen in Hosea, dat kan je lezen in Hosea 1, vers 9 tot 11. En hij zeide hem, noem hem Lo-Ami, want gij zijt mijn volk niet. Toen Israël zondigde naar de wegtrekking dat zij gebroken zijn met het koninkrijk van Salomo. Lieve mensen, daar zijn al die dingen staan op onze website. U kunt daar alles in lezen wat u nodig hebt om tot deze waarheid te komen. En dan zegt God, ik zal de uwe niet zijn. En eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen en zand der zee dat niet te meten of te tellen is. Moet je voorstellen, straks is de aarde vol met de kinderen van Israël. En dan vertel ik u dat al die andere volken er niet meer zullen zijn. En ter plaatse wat hoor gezegd, gij zijt mijn volk niet. Wat mensen praten, zeg ik, ik ben van Israël. Lachen ze. Zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. En hoeveel christenen zeggen vandaag niet dat ze een kind van God zijn. En ze weten de hele identiteit niet meer waar ze vandaan komt. Als ze wel van Israël zijn. Want dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen. En één hoofd over zich stellen. Optrekken uit het land wat groot zal de dag van Israël zijn. Zie het gaat altijd over Israël. Het gaat nooit over die andere volken. Dit is de dag waarvan Jesaja 66 vers 8 spreekt. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op een dag voortgebracht of een volk eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen of zij baarde haar kinderen. Een natie die plotseling geboren zal worden, of beter gezegd wedergeboren. Dit wordt een machtige ontwaking en een machtige verandering wanneer het vergankelijke onvergankelijkheid wordt. Jezus zal gaan regeren met onvergankelijke mensen in een onvergankelijk koninkrijk. Zijn volk zal naar zijn belofte iedereen kennen van de jongste tot de oudste. De 12 tronen van Israël zullen voor altijd bezet worden door de 12 apostelen. Hebreeën 10 vers 15 tot 18. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat hij gezegd had, dit is het verbond waar ik mij aan het hen verbinden zal, na die dagen zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun harten leggen en die ook in hun verstand schrijven. En de zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zoenoffer meer nodig. Is dit niet heerlijk? Is het niet een bevestiging dat in het Nieuwe Testament dit voor ons wordt herhaald? Maar nu geldt de overgangsfase. Voor u en mij wordt het herstelde beeld verder voltooid. Om een christen, om een gezalfd te zijn in het licht van Gods woord, is een smal pad. En als die goed afloopt, en dat vergt in een uiterste concentratie, je moet goed kijken waar je loopt. Je kan niet je ogen op iets anders richten. Je moet een overwinnaarsleven leven, dag voor dag. Satan zal deze smalle weg gebruiken om ons te doen struikelen. Maar met Jezus' hulp zullen wij de eindstreep halen. Wij zullen Gods opdracht uitvoeren en de aarde gaan vullen met zijn beeld en gelijkenis. En deze kinderen lijken op hun vader. Daarvoor is een dure prijs betaald. De zoon heeft het kostbaarste gegeven die hij kon geven, zijn bloed
en leven om vaders beeld te herstellen. Jesaja 50 vers 6 zegt, mijn rug, zegt Jezus, heb ik gegeven aan wie sloegen en mijn wangen aan wie mij de baard uittrok. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Zij moesten hem breken, zodat hij u en mij heel kon maken aan het kruis en het beeld voor ons herstellen. Want wij zijn bestemd om heerschappij uit te oefenen. Wij zijn bestemd om samen met hem te gaan regeren. Wij zijn bestemd om de plaats te vullen die de Heer aan Adam gegeven heeft. Satan heeft het voor elkaar gekregen om dit beeld te schenden. Wij staan op de drempel om opnieuw Kanaans land binnen te gaan. Wij staan op de drempel van deze heerlijke vervulling. Halleluja. Amen. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob u helpen om dat prachtige herstelde beeld in uw bezit te krijgen. In de volgende opname ga ik spreken over de herstelde natuur. Want als we als mens hersteld zijn, moeten we ook in een herstelde wereld zijn om in een herstelde natuur te kunnen leven. Het fabeltje dat we naar de hemel gaan als we doodgaan, is ook een verhaal vanuit de Satan. Kerken hebben u leven lang bedrogen. God heeft de aarde geschapen voor de mens. Want er staat geschreven, de zachtmoedige zal deze aarde beërven en niet de hemel. Anders had God ons wel geschapen zoals de engelen. Nee, hij heeft een doel. Hij zal op de aarde zijn. Terugkeer naar de oorspronkelijke staat van Adam. En Jezus was die tweede Adam die het weer mogelijk gemaakt heeft om zo'n geweldig offer voor ons Israël aan de mythen te brengen. Daarom is het belangrijk dat we als Ecclesia Evangeliekorps Holland en Radio Ecclesia bezig blijven met het prachtige evangelie van het Koninkrijk, namelijk ter stel van zijn volk Israël, waar u en ik toe behoren. Amen.